We gaan het samen gewoon doen! Dat in alle vormen van politiek een element van theater steekt, maar dat we in Nederland in feite in een fase zijn geraakt waarbij de politiek en met name deze nieuwe fenomenen puur theater zijn geworden. Dit is Circus Cordaat wat we gisteren hebben gezien. Dat heeft in feite, dat is alleen maar vorm, dat met dat idiote spotje achter op haar hoofd gericht en... Ja, dat ook, die ballonnen leken mij ook eigenlijk vrij symbolisch. Hè. Die zitten al vol met lucht. Het enige wat de beweging nog moet doen is de lucht nu ook te bakken voor de naaste toekomst. En hier is politiek. Haar beweging heet, zoals we allen nu weten, Trots op Nederland. En zij legde ook uit, ja, de Nederlandse identiteit die mocht nu niet meer veranderen. Wij moesten vasthouden aan onze identiteit. Dat is een hele zonderlinge zaak, omdat alle mensen die het over onze identiteit hebben nooit uitleggen wat die identiteit nu eigenlijk is. En bovendien een hele wonderlijke misvatting hebben dat die identiteit over de jaren heen een vast element is. Maar als je daar iets van af weet, als Rita Verdonk iets zou weten van ons verleden, waar ze ongetwijfeld totaal niets van weet, juist mensen die zich beroepen op het verleden en de natie en vlaggen en ballonnen, die weten er het allerminste van natuurlijk. Het is op zichzelf wel eens goed te argumenteren dat het ook in strijd is met de vaderlandse tradities, als we het daar dan toch over hebben. Maar die identiteit, dat is een heel vluchtige zaak. Onze identiteit op dit moment is een hele andere dan die 50 jaar geleden was, laat staan 100 jaar geleden. Bovendien is haar identiteit mijn identiteit. Nou, absoluut niet. Ik moet helemaal niets van Rita Verdonk hebben en ook eigenlijk niet van de mensen die bereid zijn op een zo zonderlinge luchtbel te stemmen, want meer dan een luchtbel is het in feite niet. Dus het is een gat in de markt gevonden met dat nationale gevoel? Ik denk dat dat wel zo is, maar dat is een heel wonderlijk gat in de markt, want eigenlijk gaat het daar over iets wat niet bestaat, namelijk een soort vaststaande nationale identiteit. We hebben een nationale gevoelens. Zij doet een beroep op hele vage gevoelens die door niemand benoemd zijn, die in feite helemaal geen concrete inhoud hebben, om een soort gevoel van warmte en cohesie te creëren. Toch lijkt het de mensen aan te spreken. Nou, de mensen, daar zou ik voorzichtig mee zijn. Dat zijn net als die praatjes natuurlijk in de tijd over fortuin. Fortuin spreekt namens het volk. Fortuin geeft de woede van het volk stem. We leven nog steeds in de zware slagschaduw van fortuin. Ik ben geneigd om te zeggen dat fortuin de grootste ramp is die ons, afgezien van de watersnood, sinds de Tweede Wereldoorlog is overkomen. Omdat natuurlijk Rita Verdonk, maar hetzelfde geldt voor Geert Wilders, dat zijn pseudo-fortuins. Die hebben het kunstje bekeken. Die zien dus dat je met een beetje kordate retoriek en wie weet niet nog van, at your service, een volstrekt lachwekkende vertoning, maar een vertoning. Theater. Fortuin. Dat wij Nederlanders in ons eigen land steeds maar moeten opschuiven en ons moeten aanpassen aan nieuwe culturen, daarvan zeg ik genoeg, er zijn grenzen. En dan weet ik wel wat nu de kijkers denken thuis of tegen elkaar zeggen van ja, dat zegt die Verossum wel, maar die moslims die planten zich voort als de konijnen. Dus over 50 jaar, dan moet je eens even doortellen. Het wonderlijke is dat het Centraal Planbureau keurig heeft berekend, Centraal Bureau voor de Statistiek, keurig heeft berekend dat de nataliteit van onze emigranten zich veel sneller aanpast aan ons patroon dan we verwacht hadden. En toch geloven blijkbaar veel mensen niet aan dat is het Centraal Planbureau. Ja, dat is het wonderlijke. Dat mensen deze retoriek, dat ze daarvoor gaan. En laten we daar iets aan toevoegen. Er wordt voortdurend gesproken dat de politiek tekortschiet en dat er een kloof is tussen politiek en burgers en dat de boze burgers die moeten nog een stem hebben en daar moet naar geluisterd worden. Ik moet zeggen dat ik niet helemaal zie waarom ook de boze burgers niet een wederzijdse plicht hebben in de zin informeer u eens. Maar noem eens nou eens iets heel concreets dat ze voor uw gevoel zou kunnen gaan veranderen. Ik denk dat Rita daadwerkelijk dingen in gang kan zetten die leiden tot een beter Nederland. Maar noem eens één concreet ding.
Ik denk dat zij inderdaad wel in staat is om mensen inderdaad te binden en inderdaad mensen voor zich te winnen. Hoe ziet u dat voor zich, concreet? Hoe zie ik dat voor zich? Zij is geen ander in staat om, zeg maar, de gevoelens van de samenleving te vertalen naar de Tweede Kamer. En daar meerderheid te creëren om inderdaad dingen te veranderen. Misschien moeten we een inburgeringscursus voor de boze burgers organiseren. Te veel mensen zijn hun trots kwijtgeraakt. En veel mensen maken zich ook zorgen om Nederland. Wilders is veel te radicaal, die heeft zichzelf al blijvend gemarginaliseerd. Dus dan krijgt Rita, die komt in het kabinet te zitten. Maar ja, wat hebben wij voor kabinetten in Nederland? Coalitiekabinetten. Wordt zij met 12 zetels minister-president? Nee, dat wordt zij dus niet. Wat zal ze dan besluiten te doen? Gaat ze in het kabinet of blijft ze in de Kamer zitten? Haar invloed en ook die van haar beweging, ook zo'n ongelukkig woord, hebben mensen geen verstand van geschiedenis, maar goed, haar beweging, er zal slechts een zeer beperkte en voor de kiezers van haar beweging teleurstellende invloed hebben op het kabinetsbeleid. En bij de volgende verkiezingen, niet waar, zal het gaan zoals met de LPF. Dan wordt de beweging gehalveerd, dan zijn ze nog met z'n zessen. Wat dan?